Zo mensen, ik ga nog eens een leuke wandeling maken voor vandaag. Dus ik ga op locatie, alleen op locatie, de Discord, de Q&A-vragen beantwoorden. Dus ik ga dus echt op de locatie mijn vragen en ja, ik ga dus dat beantwoorden allemaal van Discord. Jawel. Dan ga ik eens ook eens. Mijn witte kabel heb ik ook nog nodig. Voilà. Heb ik dan alles? Ja. Heb ik alles dan? Muhahaha. Allee. Ik zie jullie zelfs op de Oh, wat een jondee locatie. wat daar rijdt. Ik was juist hier alles opzetten voor de Q&A op te nemen. Passeert hier toch zeker geen jondee? Hey! Hallo allemaal en welkom weer op een nieuwe Q&A op locatie nu. Ik heb dus mijn laptop mee, dus ik kan redelijk wat doen. Ik ga dan ook eens heel eventjes integraal naar YouTube toe. Dus even kijken als ik hoor hier in het vliegtuig. En ik zit hier ook heel kort bij de grootste gaming-evenement wat hier in België is geweest, VATLAN. Dat is hier in de Soeverein in Lommel geweest. Ik hoop niet dat jullie te veel last gaan hebben van het vliegtuig, want het is hier redelijk lawaaierig. En juist wanneer dat ik wil beginnen opnemen. Tevoren totaal niks van geluid. En nu? Ah nee, het is maar één straaljager die zoveel lawaai maakt. Ja, oké. Wat een lawaai. Ik ga eens even kijken wanneer dat de vorige Q&A was geweest. En tot daartoe ga ik alles dan openen. Nieuwe tabblad. Nieuwe tabblad. Nieuwe tabblad. Nieuwe tabblad. Nieuwe tabblad. Nieuwe tabblad. En nieuwe tabblad. We gaan ook zelfs onder de 1000 vlogs terug even met de Q&A. De eerste vlog is. Ik zet die altijd direct ook hier op pauze, want niemand moet dat horen. Het moet ook redelijk langer laden, dus daarom dat ik ook meer. Oh la 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 la. Oké. Een vlog. 1001 zijn er twee reacties op gekomen. Emiels Bro. Viewpod Timmy, er wordt nog steeds in spiegelbeeld gefilmd. Kan je dat eens oplossen? Binnenkort is dat opgelost. Krijg ik ook een nieuwe camera kopen. Noem maar op. En dan komt dat wel in orde met die spiegelbeeld. En Jill Haan, een tweede kijker. Proficiat. Dat je tweede kijker was. En e-mails pro Viewpod. Dus dat gaat opgelost krijgen met mijn spiegelbeelden bij deze. En dan, oei, 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 dat zie ik hem in een vlog van de duizendste vlog. Ja. Oké. En daar zijn in totaal. Is aan het laden. Vier reacties opgekomen. E-mails pro viewbot. Timmy, waar was de livestream? De livestream is jammer genoeg mislukt. Omwille van mijn computer kan dat niet aan. Jammer genoeg, ik heb het geprobeerd, maar het is heel integraal ook mislukt. E-mails pro Viewpod Dimi, je bent goed gek als je denkt dat we 2 uur en een half aan uncut footage gaan bekijken. Ik denk het wel. Ja, je moet kijken welke beelden dat je dan heel graag wilt zien, de Q&A of zo. Goed gezegd, e-mail. En dan halfhand, Proficiat Dimi, op naar de 2000. Dankjewel, halfhand. Nu dat we toch nog kunnen profiteren voor
voor boven ja, naar buiten te zetten. Ken de galera iets van die waterpalen? Nee. Weet jij dan misschien dan die oranje en die rode paden en dat ken jij? Ik ging hier ook uiterjuist komen wandelen met wandelknooppunt, ja. Ja, maar dan heb je die oranje en, waar stond die? En die rode, want dat is een rode pad. En waar moet het de oranje? Ik denk dat je gewoon de nummers moet volgen. De nummers, en waar staan die aangegeven? Normaal gezien op elke hoek en soms op bepaalde afstand staan die ook nog eens een keer als je rechtdoor moet gaan of links of rechtsaf moet. Ja. Hier is dan nog iemand die komt wandelen van wandelknooppunt. Zelfs Simpiel Garden. Awesome vlog, keep sharing. Dankjewel. En sorry als er soms wat muziek of geluid erdoor komt. Ik kreeg dat nooit op tijd op pauze gezet. Dan zitten we aan vlog nummer 998. Leuke intro, ik ben nieuw. Dag Liam, welkom bij de Psycho Team. Dan gaan we door naar vlog nummer 997. Daar zijn twee reacties op komen, half hand. Dimi, er hangt nog choco onder je mond. Dankjewel voor dat te melden. Emiels Pro Viewpod, was je dronken op het einde? Oei, op het einde was ik daar. Ja? Even kijken. Spoel eens even door tot het einde. Bij deze... maar nee, ik moest snel de vlog afronden, omdat dat mijn batterij plat was op die datum. Dat weet ik nog. En dan 969. Casanova broer, ik heb gehoord dat je bent opgeklommen naar de verantwoordelijke van het voetbalplein op Langeveld. In deze tijden, klopt dat wel? Wie kan dat bevestigen? Want ik heb ook horen vallen dat u politie heeft ingelicht zonder redenen. Ik heb de politie niet zonder ingelicht zonder redenen, want dat was samen met mijn aanspraak met mijn schuinsboogbuurvrouw. Want ik moest dan echt bellen van mijn schuinsboogbuurvrouw. Want die heeft zicht op het voetbalveld, ik heb zicht op straat. Danny V, leuke vlog, goed bezig Dimi. Dankjewel. Dan gaan we al door naar de laatste. 995. En daar zijn in totaal 6 reacties opgekomen. Amai. Bier en thee. Dat is niet mijn matchje, maar die van Turbido John. Of Onderwater Project Jon. Oké. Okay. Anusbeck. 2.55. Waarom vraag je aan Alal hoe dat zit? Oei, wat heb ik daar gevraagd? Of hoe zit dat juist allemaal? Wat bijvoorbeeld als ik iets nog ben vergeten uit de auto, mag ik het dan uit de auto gaan halen, ja of nee? Ik... van, met die, die vragen zit ik dus echt allemaal. Hè? Omhoog van, ik zet... Zit, en nu klik ik weer op van allerlei dingen. Want dat is ook niet de bedoeling. Van een t-shirt, een hoodie. Ja, ja, dat is goed, dat is goed, dat is goed. Ja, oké. Okay. Maar daar is een antwoord op gekomen en die antwoord is van Michel Guzmans. Hij zegt allemaal maar door zijn nasale uitspraak versta je het niet zo goed. Dan e-mails pro Viewbot. Vlogs van Boef zijn het beste. Hou hem. Ja, maar waar is Boef? Wij vinden hem niet meer. Dus Boef, als je dit hoort, kom alsjeblieft terug op de Discord chat. Nog een keer. E-mails pro Viewpod, Psycho TV, dus wij krijgen eigenlijk geen korting, maar jij krijgt die korting wel. Je scamt ons gewoon, je gaat dat geld nooit terugstorten van die korting als je we iets kopen, dief. Jawel, dat stort ik terug als het een verschil is in de aankoop, bijvoorbeeld als ik in één keer 6 stuks kan kopen, ja, dan krijg je wel het verschil wel terug. Dat beloof ik u zelfs. Michael Bosmans, als ik u een tip mag geven, stop met tijd steken in de website en steek meer tijd in uw video's.
en thumbnails. Als je, laten we zeggen, niet minstens 20.000 views hebt per video, ga je geen verkopen krijgen we op je website, op webshop. Ook zou ik niet proberen views te pakken op Castier. Het is niet zo mooi van je. Verder wel heel actief en goed bezig. Volhouden zou ik zeggen. Ik ga sowieso zeggen, ik wou niet op de kap van Castier video's maken, maar ik wou gewoon wat informeren. Want ik zat daar wel het eerste bij, want ik ging naar weer toe en hij is dan teruggevonden in... zit daar? Nee, zit daar niet. In het Juliana-kanaal in Stein. En dat is er niet zo ver vanaf. Dan gaan we nog door naar de vragen op Discord. Die ga ik dan ook nog even erbij halen. Dus even geduld. En dan naar de channel van de Q&A gaan. Als ik die nog vind. En wat je nu hoort met dat slagen, dat zijn de kinderen die hier aan het spelen zijn. Toch leuk? Of niet? En ik heb een probleem, ik vind de Q&A-channel niet meer. Dat zou ik niet menen, hè. Ah, hier. Oké, dan gaan we hier weer een streep ondertrekken. Voilà, dan weet ik dat voor de volgende keer. Ah, hier. Waarom, het is van Dimitrios, waarom zeg je in de laatste vlog dat je geen hamster meer mag houden? Hamsters meer mag houden. Ik wil ook gewoon niet. Het zijn wel leuke dieren, maar te onderhouden is te veel en ik ben ook te veel thuis weg. En dan voor die dieren gewoon te laten verkommeren thuis, nee, dan laat ik ook niet gebeuren. Bij deze. Dragon Master, Psycho hier, komt weer een nieuwe tonbreaker. De deuk deukt de deuken eruit. Ton... de deuk deukt de deuken eruit. Oké, hier ga ik even op moeten oefenen, zegt Steen. Oké, dan. Dan, Justin Kees, een filosofievraag. Waarom ben jij jij? Even denken. Ik weet het niet. Dat kan ik u... helaas geen antwoord opgeven. Brigitte Tardo, wat doe je als influencer om mensen klimaatbewuster te maken? zeg ik, ja, je moet wat sorteren. Plastiek bij plastiek, papier bij papier, karton bij papier, noem maar op. Dus daar wens ik de mensen ook aan. En ook veel gaan wandelen. Dat doet ook deugd, zelfs aan de mens. Danny. Met welke YouTuber zou je wel willen samenwerken? Moet jullie daar echt, moet ik daar een tekening bij maken? Oftewel StukTV, oftewel Enzo Knol. Heb je al ooit gesprekken gehad met YouTubers erover? Niet echt. Zo ja, de welke. Ik ben wel op Milan Knol kanaal gekomen. Dat weer al wel. Dan Repelseels. Gisteren zag ik natuurdocumentaire op BBC van David Altenborg. Hierin werd verteld dat boze oerkas orkanen kunnen veroorzaken. Wat is jouw favoriete zeezoogdier? Dolfijnen. Dolfijnen zijn mijn lievelingszeezoogdieren. Soertjaak. En je favoriete luchtzoogdier? Een merel. Brigitte Terbeto. Een eekhoorn valt in een put van 5 meter diep. Elk uur klimt hij 3 meter naar boven, maar zakt hij ook 2 meter naar beneden. Na hoeveel uur is de eekhoorn terug erboven? 3? Binnen 5 uur. Danny van Amel, hoeveel uren zitten er in 2 dagen? 48 uur. BRNT, Trump of Biden? Biden. Brigitte Tardo. En ik word nu opgebeld door mijn schatje, terwijl ik hier een Q&A aan het opnemen ben. Hey schatje. Dag schatje, je bent aan Q&A bezig, hoorde ik net. Ja. Oh, waren er ook vragen voor mij bij of zo? Nee. Oké, dan laat ik je. Ik wou ja, iets bespreken met jou, maar dat gaat niet via de Q&A. Ik ga dat even hier dan op pauze zetten, dus mensen... Nee, ik ben... Nee, dat...
dat moet niet. Ah, oké, okay, dat is goed. Tot s'avonds dan. Tot s'avonds. Joe. Kom, ze hier even in tussengevallen, mijn schatje. Oké, okay, Discord. Oké, Brigitte Tardo, wat vind je van het groenbeheer in de gemeente Alken? Ze zijn niet goed bezig, want er verdwijnt meer en meer en meer groen in Alken. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik vind dat heel erg. En wat ik daaraan tegen kan doen, dat weet ik niet. Misschien naar Mike Pinkster gaan. Captain Perox, Mimo Lord. Wat vind je van Lana Rudus? Die ken ik zelfs niet. Die zal ik eens even gaan googelen voor jullie. Dan weet ik het rek ook hoe dat is. Zoeken met Google. Penske wordt geopend. Wauw, dat is ook wel een hele mooie schone. Ja, niks voor mij. Want ik zie het al, het is een pornoacteur. En nee, ik wil echt iemand die ik trouw heb en al, die kan vertrouwen en op niemand anders kruipt. Nee, dus wat vind je daarvan? Niet goed. Deze week 24 uur stream, nu je niet moet werken. Geen 24 uur stream, dat ga ik niet doen, omwille van, ik weet wel van wie, van Alice, kan ik het niet laten doorgaan. Wat ik wel eens kan doen, is een 2-3 uur livestream kunnen doen, nog eens een keer. Maar niet op YouTube, jammer genoeg, want dat kan mijn PC niet aan. Maar wel via Discord dan, dat kan ik wel eens doen. Ante Corner of Alex Matthijske, je moet ene kiezen. Dan kies ik voor Alte Corner. Waarom? Het zijn hele lieve mensen. Ook bij Alex Matthijs kan ook hoor, maar Alte Corner kom ik heel vaak voor mijn ontbijt gaan halen. We zijn hier bij de Souverain hier in Lommel dus echt aangekomen. We gaan nu naar de Sahara. Toppie. Dus ik zal zeggen, geniet maar weer op van de natuurbeelden. Ik heb hier te straks ook nog de Q&A opgenomen. Goed te gaan. Mijn fluofesje zit erin. Mijn verlichting zit erin. Dus als het donker wordt, moet ik geen angst hebben. Want ik kom toch nog altijd op mijn eindpunt. Want het is hier een goede rondering wandeling. En dan asap. Moet ik echt asap naar mijn ouders thuis. Ik zal zeggen, geniet maar van de natuurbeelden. Dank u. We'll be right back.
Dus ik heb er juist ook nog even een luistering gedaan van om de beide 4 minuten 45 seconden. Toen viel mijn gsm uit dat mijn batterij plat is. En nu volg ik de wandelroute terug. Kijkers, welkom op het laatste fragment van mijn vlog. Jawel, ik kan toch nog een klein stukje vloggen. Ik heb een klein beetje slecht nieuws. Nee, van de 10 kansen kan ik morgen niet vloggen. Dus dat betekent dat er woensdag geen vlog online gaat komen. Dat heeft een reden te maken. En dat reden heeft met dit hier te maken. Hier, dit. Ja, met waterdik film. Het heeft, de stekker heeft het begeven, dus voor op te laden. Dus ik moet echt continu dat pinnetje helemaal omhoog duwen, vooraleer dat hem contact kan maken. En dan hoop ik ook dat de spiegelbeelden dan helemaal achter de rug zijn. Ik ga jullie nog meenemen, want ik ben nog iets vergeten. Ik ga het jullie laten zien. Daarvoor heb ik mijn sleutels nodig. Terwijl is mijn computer aan het opstarten. Dan moet ik daar ook handen meer op wachten. Alleen wat ik dan wel op moet wachten is op mijn laptop. Want die ben ik namelijk vergeten in mijn wagen te pakken. Hoe komt dat ik dat ben vergeten? Ja, dat staat hier in een donkere hoekje. Hè. Hey. Ah ja. Met het wandelen. Daarvoor de veiligheid in mijn koffer gelegd. Juist. Daarom dat ik dat terug was vergeten dat ik het niet zag liggen. En je ziet, geen een autovlog. Jee. Wel, naar de autovlog. Oh. En nu, even weer heel stil zijn. Voilà, hier is toe. Heel snel naar boven gaan. Heel snel. Ja. Dus wat gaat er nu aan mijn gsm? Dus ik moet die kabel continu helemaal naar boven duwen voordat het hem dus contact maakt. Daarbij heb ik een hint gegeven aan mijn ouders. Ja, I need a new gsm, want ik ben al 2 jaar hier al mee aan het filmen. Deze gsm heeft ook zijn beste tijd gehad. Ik moet hier nu nog iets gaan uploaden. En dan kan ik eindelijk mijn vlog in de kanaal steken. Jee. Dus ik zie jullie allemaal niet woensdag terug, maar ten vroegste misschien donderdag ten laatste vrijdag. Ik ga morgen een spoelhoogte nemen hoe het juist zit met de levering. Want woensdag is ook jammer genoeg een feestdag, 11 november. Dus dan kan het nog een keer uitlopen. Niet leuk. Vergeet geen blauw duimpje te mogen doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan weten jullie pas wanneer dat er ook een nieuwe vlog wordt geüpload. Wanneer dat ik terug kan vloggen. Maar nu ga ik echt, maar ook echt beëindigen. Of anders kan ik die bestanden hier niet meer van mijn gsm halen. Dus, bij deze. Tot, ah ja, wat ik ook nog ga zeggen. Mijn gsm-kaart gaat dan ook niet meer zo rap vol zitten. Want ik heb hier zelfs... Ik weet niet, als hij gaat focussen...
Nee, focus niet. Camera, focus. Nee, focus niet. Daar staat dus 256 gigabyte vrije ruimte. Dan kan ik dat gebruiken, want ik heb één. Ik dacht dat ik hier ook nog eentje had liggen. Dacht ik. Of had nog ergens anders. Maar ik weet dat ik hier nog ergens één in had liggen. En die ga ik dan ook volsteken. Wat mijn voorgevoel zegt, ja, dat die hier ergens in de buurt moet liggen. Maar met mijn rommelkot, ik geef het eerlijk toe, rommelkot, is een klein beetje zoek geraakt. Wacht. Ik ben echt aan het zoeken nu, hè. Voor jullie. Zelfs heb ik geen batterijen meer, Dimitri. Ja, dat zoek ik wel later. Of al bestel ik gewoon een nieuwe, hè. Net er opnieuw gestort is. Bij deze. Ik zie jullie dus allemaal morgen terug. Morgen, zeg ik. Zo snel mogelijk terug. Ik ben daar gewoon om dat te zeggen. Morgen terug. Om gewoon van de morgen te zien. Ik had elke dag een vlog online. En ik haat mijn eigen dat het deze keer niet waar gaat zijn. Dus jammer genoeg, geniet nog maar van deze. Ik hoop dat je hebt genoten van deze beelden. En hopelijk zien we elkaar snel weer dat ik terug gewoon dagelijks een vlog kan klaarmaken voor jullie. Tot snel.